Hallo, ik ben Guido Schellekes en deze fotoreeks gaat over recuperatiefotografie of gevonden fotografie. Dat is wanneer je uitgaande van het beeld van iemand anders, dus een beeld dat je niet zelf gemaakt hebt, allerlei manipulaties toevoegt waardoor het een nieuw beeld wordt. De inhoud kan daardoor drastisch veranderen. Voor deze opdracht was er eigenlijk maar één beperking en dat was geen Photoshop gebruiken. Photoshop is uit den boze. Niet eenvoudig voor een fotograaf. En zo, dit is hem dus. Dit is mijn gevonden beeld. Het is een foto van de Belgische magnumfotograaf Harry Gruijaert uit zijn boek Edges. Ik zag hem voor het eerst in 2018 in het Fotomuseum te Antwerpen en het beeld viel mij meteen op. De foto is genomen in tegenlicht vanuit een restaurant met zicht op zee, waar het water en de kust in elkaar overgaan. De foto is bijna monochroom. In het restaurant zitten twee mensen, een man en een vrouw, elk aan een apart tafeltje te ontbijten. Ze kijken niet naar elkaar, ze zoeken ook geen contact. Door het tegenlicht zijn ze niet veel meer dan silhouetten geworden. De trefwoorden die mij daar op het eerste zicht invielen waren soberheid, vervreemding, eenzaamheid, kilheid, koude. En voor mijn eerste foto heb ik een afdruk tegen het raam gekleefd en hem vervolgens opnieuw gefotografeerd. Net zoals Harry Gruijaert, met tegenlicht en met zicht op een achtergrond. De kadrering van de foto heb ik met opzet klein gehouden. Onze tijd wordt immers getypeerd door een toenemende vereenzaming. En alhoewel de sociale media 50 jaar geleden nog niet bestonden en we dus nu onnoemelijk veel meer mogelijkheden hebben om met anderen te communiceren, is het persoonlijk contact in de verdrukking geraakt. Er wordt niet veel meer gesproken, er wordt ook niet veel meer over gesproken. Het gaat bijna onopgemerkt voorbij, net zoals op deze foto. Er is immers nog van alles anders te doen en te zien. Het bekijken van de foto gaf me eigenlijk geen prettig gevoel, maar ik kon er evenmin van wegkijken. Hoe kon ik die kilheid en die afstandelijkheid nog meer accentueren dan dat de fotograaf dat al gedaan had? Ik heb hiervoor een afdruk van de foto ingevroren in een blok ijs. Niet enkel kan je dan de visu de sombere en koude toon vaststellen, maar daarboven kan je het effectief ook voelen wanneer je het blok ijs in je handen hebt. In dit stadium is de foto nu echt letterlijk onbereikbaar geworden. Hij is ingekapseld in een blok ijs. Om hem terug te krijgen, zou je dat blok ijs moeten laten smelten. Wat stellen we vast? De foto heeft nu ook een andere kleur gekregen. Waarschijnlijk door de wisselwerking tussen het papier, de inkt, het water en de extreem lage temperatuur is de foto nu gehuld in een groene waas. In plaats van één dimensie, het zien, heeft deze foto er ook nog een bijkomende dimensie gekregen, namelijk letterlijk het gevoel. Meer tastbaar kan ik dit beeld niet meer maken, maar hoe buigen we dat sombere beeld om, zodat het prettig wordt om naar te kijken? De foto geeft ons eigenlijk zelf al een tip, namelijk kleur. De eerste foto was bijna monochroom.
Veel donkere partijen, veel grijs. Dat is niet van aard om gelukkig van te worden. Maar wat maakt een mens gelukkig? Waarvan wordt men blij? Dat kunnen natuurlijk verschillende dingen zijn. Kleur, uiteraard. Maar ook andere mensen. Plezier maken, feesten, genieten, uit de bol gaan, familie en vrienden, lekker eten, noem maar op. In mijn derde foto heb ik dan geprobeerd om al die elementen op het beeld te verwezenlijken. Helaas mochten we geen Photoshop gebruiken, dus moest het allemaal manueel. Ik heb dan verschillende technieken gebruikt. Ik heb een afdruk van de foto gemaakt met een printer en deze grotendeels op een min of meer post-impressionistische manier ingekleurd. Verder heb ik de elementen op internet gezocht. De familie aan de tafel, de cupido's, de champagne. Ik heb ze afgedrukt, uitgeknipt, opgekleefd en vervolgens het hele plaatje gekopieerd. Waar de originele foto eenzaamheid uitstraalde, wordt dat door de kleur en de activiteiten grotendeels ongedaan gemaakt. Maar waarvan wordt een mens nu echt gelukkig? Is geluk niet de mogelijkheid om momenten te delen met een ander? Schuilt geluk niet in de kleine dingen? Samen ontbijten bijvoorbeeld. En dit beeld kwam tot stand door de ingekleurde versie op twee plaatsen te vouwen, waardoor de twee personen samen aan tafel zitten. Dit zijn geen twee eenzame mensen meer. Dit is een koppel dat al jaren lief en leed deelt. Die niet veel woorden meer nodig hebben, maar elkaar kunnen aanvoelen. Tastbaar geluk aan de ontbijttafel. Een fles champagne kan daar uiteraard niet ontbreken. Moraal van het verhaal: geluk en liefde komen niet vanzelf. Je moet er iets voor doen. Als je in het leven maar genoeg kijkt en voelt, kopieert, kleurt, knipt en plakt, dan komt alles wel voor mekaar. Oh ja, en Harry, als je dit ziet, laat me eens weten wat jij ervan vindt.